Vandaag is in het bos in Zeewolde een lichaam gevonden nadat er op een specifieke plek bij het Nulderpad is gezocht. We hadden al aanwijzingen dat het lichaam van Anne Faber zou zijn. En vandaag is uit forensisch onderzoek gebleken dat zij het inderdaad is. De vermissing van Anne Faber hield Nederland 2 weken lang in zijn greep. Een jonge vrouw die vertrekt voor een fietstocht waarvan ze nooit thuis komt. 13 dagen lang is Anne Faber vermist. Duizenden mensen helpen met zoeken op heel veel plekken in onze provincie. En uiteindelijk wordt ze gevonden. Ver van huis, in Zeewolde. De dood van Anne Faber brengt ontzettend veel teweeg. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dit is het verhaal rond de zoektochten, rond de onzekerheid, de ongekende manier waarop het hele land meeleefde en de antwoorden waar iedereen al bang voor was. Waar is Anne Faber? Die vraag houdt veel mensen in onze regio bezig. Alles wees erop dat ze gewoon thuis zou komen, maar ze is dus nooit aangekomen. Ja, alle hulp is welkom. Dus als mensen informatie hebben of ze treffen iets aan, maak even een fotootje of een filmpje. De eerste zoektocht is op maandag 2 oktober. Tientallen vrienden en familieleden zwerven door de bossen bij Baren. Op zoek naar Anne. De jonge vrouw begint haar fietstocht op vrijdagavond 29 september in Utrecht. Haar woonplaats. Rond 6:15 appt ze haar vriend dat ze in Hollandse Rading is. Om 6:50 in de avond maakt ze een selfie in de stromende regen. Het blijkt Baren te zijn. Vanaf dat moment ontbreekt elk spoor. Er wordt onafgebroken gezocht, dag in, dag uit. Elke dag dat ze langer vermist is, neemt de kans op een goede afloop af. Je zou ook nu ook wel wat willen doen, maar je staat eigenlijk wel te popelen om iets te doen. Het is ongekend hoe heel Nederland meeleeft. Mensen willen helpen. De politie laat bijna elke dag weten dat mensen niet zomaar op eigen houtje moeten gaan zoeken om eventuele sporen te sparen. Anne houdt het hele land bezig. Op maandag 9 oktober sluit het leger zelfs aan. Er moet snel gehandeld worden, want de tijd tikt door. Ja, neem even wat te eten en te drinken, dan wachten we op de nieuwe opdracht. Wij zoeken in het openbaar toegankelijke terrein hier in de omgeving van Den Dolder nu. Dus in bosparcelen en dat soort dingen moet je je daarbij voorstellen. Om te kijken of we sporen kunnen vinden. Naast mij verslaggever Annemarie Verhagen. Annemarie, jij hebt deze zaak van begin tot het eind gevolgd. En het is niet zomaar een vermissing. Hè? Er raken wel vaker vermist. Maar dit was anders. Ja, dit voelde vanaf het begin al heel anders. Er raken heel vaak mensen vermist, inderdaad. Maar vanaf het begin kreeg dit heel veel aandacht. Toen zij vermist raakte, heeft haar vriend meteen een bericht geplaatst op Facebook met de vraag, waar is Anne? Heeft iemand haar gezien? En dat bericht is heel vaak gedeeld. En vanaf dat moment hield het iedereen heel erg bezig. Ja, wat was Anne voor vrouw? Een ambitieus iemand, noemden haar collega's haar. Ze wilde zakelijk leider worden in de kunstsector. Ze wilde met theatermakers werken en met choreografen. En ze was ook iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, noemde de politie haar. En dat maakte ook dat de kans dat zij uit zichzelf weg zou gaan, zonder te laten weten waar ze was, heel klein. Ja, veel mensen vragen zich af waarom zij die bewuste vrijdagavond is gaan fietsen. Want het was dramatisch slecht weer. Ja, het regende inderdaad die avond. Maar zij vond het fijn om te gaan fietsen. Ze ging wel vaker een eind fietsen. Maar het was wel de bedoeling dat ze gewoon thuis zou komen. Ook dat stond in dat Facebookbericht van haar vriend. Hij schreef, alles wees erop dat ze gewoon thuis zou komen. Maar dat is dus niet gebeurd. De eerste doorbraak is op de 4e dag van haar vermissing, als een voorbijganger Anne's jas vindt, naast een fietspad in Huis ter Heide. Kleding spreekt de politie over. Dat is ondertussen naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd. En ze hopen natuurlijk dat dat iets oplevert. Op dit moment is het namelijk een van de weinige concrete aanwijzingen die de politie heeft. De kleding die we daar hebben aangetroffen is het enige spoor op dit moment wat we hebben. En daarom zijn we er ook zuinig op. En daarom is het juist goed om zo zorgvuldig mogelijk dat te onderzoeken. Stukje bij beetje wordt duidelijk hoe Anne is gefietst. In combinatie met de plek waar haar telefoon voor het laatst verbinding maakte met een zendmast, wordt een route duidelijk. En als dan in Huis ter Heide ook haar fiets en een tas worden gevonden, vlak bij de vindplek van de jas, gaat de verdwijning van Anne steeds meer lijken op een misdrijf. De linkerflankwand van de 10 staat straks nog steeds op links. 10:20 is dat begrepen over? De zoektochten worden steeds intensiever, maar zijn ook willekeurig. Het gebied waar gezocht wordt is enorm. Baren, Soest, Huis ter Heide, Den Dolder.
Maar Anne is en blijft spoorloos. Het is nu een week geleden en er is weer bijna een dag voorbij. En ze is nog steeds vermist. Anne-Maria was elke dag bij die zoektochten. De politie zat op een gegeven moment ook echt met de handen in het haren. Ja, er werd natuurlijk overal gezocht door heel veel mensen. Maar lang wisten we niet wat er was gebeurd. Het enige wat de politie had was die jas die was gevonden. Wat achteraf ook de grote doorbraak bleek te zijn. En op een gegeven moment die fiets dan dus. Maar dat zijn natuurlijk hele slechte signalen. Als je een fiets in een vijver vindt, in een park in Huis ter Heide. En dat was wel het moment waarop de meeste mensen zich wel realiseerden dat het echt ging lijken op een misdrijf. We merkten ook bij ons op de redactie. Er kwamen heel veel berichtjes binnen via sociale media. We kregen veel mailtjes van mensen die zeiden van, oh, ik vrees echt het ergste. En dat was wel het moment waarop de hoop op een goede afloop wel vervloog. Ja, en die goede afloop bleek er uiteindelijk ook niet te zijn. Nee, de politie is op een gegeven moment naar buiten gekomen met een bericht dat vermoeden inderdaad bevestigde. Op maandag 9 oktober houdt de politie een 27-jarige man uit Den Dolder aan. Het is Michael P. Zijn DNA is aangetroffen op de gevonden jas van Anne. Die onderzoeksinformatie leidde eigenlijk gisteren al naar deze meneer. En toen is er onderling overleg, onder andere met het Openbaar Ministerie, het besluit genomen om nog niet direct aan te houden. Want het onderzoeksteam wilde kijken of ze via hem naar de verblijfplaats van Anne konden komen. Nou, dat is niet gelukt en dat is de reden waarom we vandaag hebben besloten om hem alsnog nu aan te houden. Deze Michael P., nu 27 jaar oud, blijkt al heel wat op zijn geweten te hebben. Hij verkrachtte in 2010 op brute wijze twee minderjarige meisjes in Nijkerk. De burgemeester van Nijkerk roept zijn inwoners op waakzaam te zijn. Dat doet hij omdat afgelopen weekend twee meisjes zijn verkracht na het Oranjefeest. Michael P. toont na die daad in 2010 amper berouw en schept er zelfs over op tegen zijn vrienden. Hij wordt tot 11 jaar cel veroordeeld en krijgt nog eens een jaar voor een reeks overvallen. In Zeewolde, het dorp waar hij vandaan komt, is hij berucht. Hij was vrij agressief qua in zijn gedrag. Ook zijn vriendengroep, een groep die altijd wel een beetje bonje zocht. Niet de persoon waar ik mee omging en niet waar je graag bij in de buurt was, wat mij betreft. Ja, Michael P., we wisten tot dat moment eigenlijk niet veel van hem. Hij is de persoon die de politie naar Anne heeft geleid. Ja. Ja, tijdens het verhoor heeft hij verteld aan de politie waar zij was, in Zeewolde dus. En dat was het moment waarop er een einde kwam aan bijna twee weken zoeken door heel veel mensen. Wij stonden toen nog bij een zoektocht in Soest, waar mensen nog in linie toen in de bossen aan het zoeken waren. En toen kreeg het bericht dat er dus gezocht werd in Zeewolde. We zijn hier aan het zoeken omdat we afgelopen nacht informatie hebben binnengekregen, onderzoeksinformatie. En dat heeft uiteindelijk geleid naar dit gebied hier achter mij. En we hebben het sterke vermoeden dat op een bepaalde specifieke plek hier het liggen van Anne is. Die onderzoeksinformatie komt uit het verhoor met Michael P. Informatie over de vindplaats. De politie vertelt de familie van Anne dat ze denken te weten dat Anne in dit uitgestrekte natuurgebied in Zeewolde ligt. Het zoeken begint meteen en duurt tot en met de volgende dag. We gaan echt heel grondig te werk. Ik zeg zorgvuldigheid voor snelheid. Dus die forensisch rechercheurs samen met experts van het NIV zullen dat gebied en die specifieke plek echt heel zorgvuldig gaan onderzoeken. En dan stapje voor stapje hopen wij natuurlijk het liefst natuurlijk zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Na weken zoeken is dit dan de plek waar ze is. Mannen in witte pakken lopen af en aan. Er komt een schouwarts ter plaatse. En dan het nieuws waar Nederland bijna twee weken lang bang voor was. Goedenavond, Anne Faber is gevonden. Haar lichaam lag in een natuurgebied in Zeewolde. En er is dus verschrikkelijk nieuws voor de familie. Het zwartste scenario is helaas uitgekomen. Onze geliefde Anne is niet meer. De familie heeft 13 dagen in slopende onzekerheid verkeerd. En die periode is nu ten einde. Verdriet en pijn overheersen. Maar we zijn ook dankbaar voor alle steun en hulp die we hebben ontvangen. Hoewel hiermee een einde komt aan weken van onzekerheid, realiseren wij ons dat dit nieuws hartverscheurend is voor alle betrokkenen die bijna twee weken tussen hoop en angst hebben geleefd. Ik spreek mijn medeleven maar hen uit. Wat we nu doen is verder sporenonderzoek op de vindplaats. Daarnaast concentreert de recherche zich op alle feiten, tips, verklaringen, sporen, camerabeelden en ander bewijsmateriaal om erachter te komen wat er precies gebeurd is. Wij hebben op dit moment nog veel vragen. Wat is er precies gebeurd? Waarom liep deze man vrij rond?
had deze verschrikkelijke gebeurtenis voorkomen kunnen worden. Helaas zullen wij met de antwoorden Anne niet terugkrijgen. Wij zullen haar ontzettend missen. De familie, haar vriend en haar vrienden vragen nu rust. Ik wil de media met klem vragen dit te respecteren. De oom van Anne zei het net al, hè? Had dit voorkomen kunnen worden? Hoe kon het dat Michael P. zomaar vrij rondliep? Ja, heel veel mensen zeiden dat. Hè? Heel veel mensen werden echt kwaad, hè, op dat moment. Michael P. heeft wel gevangenisstraf gehad, natuurlijk voor zijn daad in 2010. Maar in Nederland zit je ongeveer 2/3 van je straf uit. En daarna is hij in Altrecht terechtgekomen, waar hij op het open terrein zat. Dus hij kon dat terrein verlaten. Ja, maar mag je daar dan zomaar als cliënt, patiënt naar binnen en buiten lopen? Nee, niet zomaar. De mensen daar moeten beslissen of dat mag. Dan krijg je bepaalde vrijheden, heet dat. En Michael P. had die. Hij volgde op de studie in Houten tot hovenier. Dus hij kon van het terrein af. Maar ja, het is wel duidelijk dat er iets heel erg is misgegaan. Ja, de hele situatie rond Michael P. heeft ook voor veel onrust in het dorp Den Dolder gezorgd, hè? Ja, Den Dolder is een klein dorp. De kliniek zit in een bosrijk gebied, maar wel heel dicht bij het centrum. En dicht bij huizen waar mensen wonen. Dus en op zich zijn die mensen wel gewend aan dat daar patiënten zijn. Maar toen Michael P. werd opgepakt, was het wel een hele andere situatie. En mensen voelden zich echt onveilig op dat moment. We hebben hier drie kleinkinderen lopen in Den Dolder. Dus zelf heb ik geen last van. Tenminste, ik zie wel dingen gebeuren. Maar ik vind het voor de kinderen belangrijker. In de bossen in Den Dolder ligt de Altrecht Aventurijn Kliniek, waar mensen met een psychiatrische stoornis in behandeling zijn. Vaak in opdracht van justitie. Michael P. werkte hier aan zijn terugkeer in de maatschappij. Een psycholoog van Altrecht vertelt in een reportage uit 2015 hoe dat in zijn werk gaat. De kunst is om heel geleidelijk naar buiten te laten gaan. Waarbij we risico's goed inschatten en waarbij mensen best wel eens een klein beetje onderuit gaan. Vaak is er ook niets aan de hand en de inwoners van Den Dolder houden rekening met de patiënten in hun woonplaats. Maar waarom P. vrij rondliep terwijl hij is veroordeeld voor een dubbele verkrachting, is voor de inwoners een raadsel. Je hebt zoals leek het idee van ja, als je toch een beetje beter had opgelet en beter had gekeken naar het verleden van zo iemand, dan had je misschien toch wat anders gereageerd als Altrecht. Michael P. heeft nooit TBS gekregen. Hij werkte namelijk niet mee aan een persoonlijkheidsonderzoek, waardoor het voor de rechter moeilijk was hem TBS op te leggen. Zo kwam P. na een aantal jaar in de gevangenis in Aventurijn terecht. Maar wisten behandelaars daar wel wat ze deden? Vragen de inwoners van Den Dolder zich af. Het gevaar, zoals met dit, hè, dan ja, wat moet je er tegen doen? Hè? Ik vind het een probleem. Het is echt een probleem. De discussie laait op, ook in Den Haag. De landelijke politiek behandelt een wet die regelt dat mensen sneller geestelijke zorg krijgen. Maar die wet is er nog niet doorheen en ligt er al jaren. Ik heb al eerder aangegeven dat ik dat echt heel erg jammer vind. Het is wel zo, we zijn allemaal in shock over wat er de afgelopen 14 dagen gebeurd is en vooral hoe het is geëindigd. Ik heb ook een dochter, fietst dezelfde routes. Dus we voelen allemaal dat verdriet van de nabestaanden en de ouders. En we weten niet of die wetten dat hadden kunnen voorkomen. Naar de Altrecht Aventurijn Kliniek is onderzoek gedaan. Er blijkt veel mis. De kliniek kan gevaarlijke patiënten zoals Michael P. niet aan. Er is te weinig informatie over veroordeelde patiënten, waardoor gevaren niet goed kunnen worden ingeschat. Wat mij betreft staat de veiligheid van omwonenden en gedetineerden op één. En dat betekent dat een aantal dingen beter moet. En tot die maatregelen zijn genomen, komen er geen zware gevallen zoals Michael P. meer in de kliniek. Onvoorstelbaar wat dit allemaal teweeg heeft gebracht. Er zijn nog heel veel vragen onbeantwoord, Annemarie. Er komt hopelijk antwoord op het komend jaar, want dan start de rechtszaak tegen Michael P. Maar laten we vooral ook Anne Faber niet vergeten. Ja, en er komt het Anne Faber Stipendium. Dat is een soort beurs voor mensen die willen worden wat Anne wilde worden. Ze wilde graag zakelijk leider worden. Met theatermakers en choreografen werken. Dat is echt bedoeld om haar naam op een positieve manier te laten voortleven. Het Anne Faber Stipendium. Nu ter ere van Anne en ook vooral omdat Anne zo'n verschrikkelijke, ambitieuze, mooie dame was. En fantastische collega. Willen we haar naam vooral ook heel positief
de wereld in gooien. Mm-hmm. En hem daar ook eigenlijk heel graag houden voor de komende tijd. Wat was zij voor vrouw? Wat was Anne? Gewoon een hele leuke 25-jarige vrouw die heel ambitieus in het leven stond. Met een kritisch oog naar de wereld keek. En ook naar een kritisch oog naar alles wat we deden en wat ze zelf moest doen. En hele grote stappen wilde maken, terwijl wij zeiden, Anne, eerst even het vak leren en dan de grote stappen maken. Gewoon een hele leuke 25-jarige dame.